Nog eventjes over de andere partijen. Hè? Natuurlijk CDA, wat verwacht je daar nu van? Is dat afgelopen? Nou ja, daar stond een stukje in de kwaliteitskrant dat sommige mensen in het CDA denken dat ze bij verkiezingen, als ze het handig spelen, toch nog heel aardig zouden kunnen scoren. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd mijn twijfels bij. En dat het andere deel van het CDA eigenlijk in een toestand van suïcidale moedeloosheid verkeerde. Dat lijkt me eigenlijk realistischer, eerlijk gezegd. Maar ik heb dit ook niet aanzien komen. Ik dacht dat die Rutte toch als puntje bepaald. Die kwam wel een fatsoenlijke man was. En dat is hij dus helemaal niet. En Hoekstra, denk je dat die blijft? Nee, ja, god, Hoekstra. Dat is ook, volgens mij bestaan ook over Hoekstra. Het CDA is een diep verdeelde partij. En dat komt natuurlijk omdat ze zich bevinden in een soort bobsleebaan naar beneden. En dat is natuurlijk, ja, je weet dat het is heel hartstikke moeilijk om dat te overleven, zo'n baan. Ja, dat ze eigenlijk al in een bocht eruit zijn gevlogen en nu door de lucht kruisen. Ja. En dan de nieuwe heldin, zoals jij er al genoemd heeft, de BBB-mevrouw. Die heeft dan natuurlijk zin in. Ja, dat is de vijfde Messias. Zeker, ja. Zeker. Ja, die, nou ja, daarvan waren de meningen die van mensen die er verstand van hebben, is dat het te vroeg kwam. Maar ik begrijp nu dat dat heb ik niet gevolgd, want ik ben natuurlijk gewoon later opgestaan, dat zij dat niet vindt. Nee, ze heeft er zin maar in. Ja, ze heeft geen apparaat, dat zegt ze natuurlijk, maar ze heeft geen apparaat, ik denk. Ja, misschien dat de financiering toch, ik kijk ook die vorige campagne was, naar ik begreep, heel behoorlijk gefinancierd. Wie weet heeft ze dat goed op de rails staan. Nou, en ze heeft al die boeren natuurlijk, die hopen natuurlijk met haar invloed te krijgen, ja, in het kabinet. De vraag is ook of zij toch niet bij parlementaire verkiezingen anders zal scoren dan bij provinciale statenverkiezingen. Dat is wel eens gezegd, ja. Dat mensen dan toch denken, nou ja, hè, willen we nou dat Carolien van der Plas minister-president wordt? Eerst lachen ze er een tijdje gezellig over en dan denken ze, nou, misschien toch niet. Maar met deze beroepsmoordenaar die we nu hebben, is het misschien toch, ik weet het absoluut niet. Het lijkt mij wat nu gebeurd is, wat eigenlijk al een tijdje gaande is structureel, ja, is dat we een beetje een onbestuurbare indruk maken. Dat het hele Nederlandse parlementaire democratie en het uitvoerend apparaat daarvan, namelijk de Nederlandse overheid, een rafelige indruk maakt en op tal van terreinen ja, verbazend incompetente indruk ook maakt. Nou ja, lees dat boekje van. En hoe je dat ook beziet, je kunt zeggen dat moet je over de hele lange termijn zien. En het is het gevolg van het wegvallen van de verzuiling. Hè, wat die een soort van interne structuur gaf aan Nederland die stabiliteit garandeerde. Dat is allemaal wel voor een belangrijk gedeelte waar, maar we verkeren ja, in toch in vrij beroerde omstandigheden. Nou draait natuurlijk Nederland voor een belangrijk gedeelte gewoon door als apparaat. Maar waar je ook kijkt, het maakt geen glorieuze indruk. Of dat nu de spoorwegen zijn of de vaak hier al genoemde crisisverschijnselen op bestuurlijk gebied. Nee, en ja, daar moet je toch uiteindelijk de politiek en de regerende partijen moet je daarvoor verantwoordelijk stellen. En ja, dan kom ik tot een heel pijnlijk punt, ook voor vele luisteraars, dat uiteindelijk de kiezers deze toestand veroorzaakt hebben. De kiezers hebben het centrum kleiner gemaakt en de randen groter, breder gemaakt, met partijen waar je in feite geen bal aan hebt. Ja, maar ze hebben niet bepaald welke partijen. Als de VVD erop mikt om rechts in te schakelen in het landsbestuur, dan ben ik erg benieuwd wat dat gaat opleveren. Hmm. Want je kunt dat misschien heeft de VVD wel gedacht van weet je wat, we halen jaar 21 binnenboord en laten we even zien dat al die kletskoek waar ze het altijd over hebben, dat die helemaal niet uitvoerbaar is. Nogmaals, ik heb al gezegd, een groot deel van het rechtse beleid, wat rechts voorstaat als beleid, is niet uitvoerbaar. Ja, of je moet hele verstrekkende maatregelen nemen, je moet inderdaad aan exit gaan denken. Maar kijk naar Engeland. Wat heeft het zo opgeleverd? De Brexit. Niks. Die bootjes komen toch. Gaan wij ook bewijzen met onze boot. De podcastboot. En GroenLinks en de PvdA hebben de eerste campagnebijeenkomst al gehad. Heeft Jesse Klaver laten weten.
En er wordt zelfs gefluisterd van, we moeten Timmermans halen als een nieuw boegbeeld die die gezamenlijke lijst gaat zijn. Nee, het is maar de vraag of Timmermans wil komen. Stel voor, jij was Timmermans. En jij, je zat met een groot dossier in Brussel. En jij was de nummer 2 in allerlei opzichten in de Europese Commissie. Wat zou je dan terugkomen naar Nederland? Je weet niet wat er daar speelt. De Europese Unie heeft 450 miljoen inwoners. Is een grote speler op het wereldtoneel. En je gaat terug naar Nederland, wat niet veel meer is dan een stadsgewest. Nou, ik zou dat niet doen. Maar misschien heeft hij geldingsdrang, dat hij denkt, ik wil dat nog eens een keer bewijzen. Ja, of dat hij een beetje nou ja, wat je het bekende vissenprobleem. Hè? Wil je een grote vis in een kleine vijver zijn, of wil je een klein visje zijn in een hele grote vijver? Dat is de vraag. Jij ziet het niet gebeuren meteen? Nee, omdat ook als ik nou iets denk over de naaste toekomst en al die 2050 scenario's, daar speelt natuurlijk de EU toch een prominente rol in. En niet wat er wel of niet gebeurt in Nederland. Ook in die zin is het natuurlijk interessanter om na te denken over de instabiliteit van de Franse politiek en de problemen die ook in Duitsland spelen. Dat is uiteindelijk bepalend voor waar het heen gaat met Europa. Dus als ik Timmermans was, zou ik rustig daar blijven. Het is ook een heel mooi kantoor, dus ik weet het niet hoor. Maar vind je wel dat de PvdA en GroenLinks dat ze een nieuwe lijsttrekker nodig hebben? Ja, dat vind ik wel. Dus niet Atje Kuiken of Klaver? Nee, dat zijn hele sympathieke lui. Beide trouwens zijn dat heel sympathieke lui. Maar ik denk dat je... Klaver heeft natuurlijk zijn kans gehad. Klaver heeft een paar jaar geleden 7 zetels gewonnen. En vervolgens is hij uit het kabinetsberaad gestapt. Ja, en heeft de hele kwestie waarom die eruit stapte nooit enige rol gespeeld. Dus dat is toch strategisch niet zo sterk geweest. En vervolgens heeft hij al die zetels weer verloren. Ja. Maar Rutte die heeft er dus natuurlijk ook op gegokt dat er ook daar bij die partij niemand is die op kan staan en die partij dat kan trekken. Dat zou best kunnen, ja. Dan stel voor Brussel wel terug zou komen. Ja, dat zou verrassend zijn, want die heeft toen bij de euroverkiezingen de vorige keer... Heeft hij geweldig gescoord, weet je niet? Dat Rutte en Thierry hadden het allemaal al verdeeld onder elkaar. Dat liep heel anders. Dat was wel vermakelijk. Er werd ook wel gezegd, het was de enige bekende op de lijst. Dus daarom hebben mensen op hem gestemd. Ja, dat ze die beelden hebben gezien dat hij in Polen werd uitgejouwd. Dat zou kunnen, ja. Hey, in D66, Kaag zei je al, die verwacht je niet terug. Is het dan automatische Jette die daar de kar gaat trekken? Ja, dat denk ik wel. Omdat Jette het wel goed gedaan heeft, toch? Ik dacht dat men algemeen tevreden was over Jette. Ja, behalve op Twitter, maar goed. Daar is maar één persoon die daar echt goed scoort. Dat is Satan zelf. Voor de rest wordt het allemaal niks. Maar is Jette er klaar voor? Want hij heeft juist Kaag naar voren geschoven omdat hij zei, ik ben er zelf nog niet klaar voor een paar jaar. Nou, volgens mij heeft hij een vrij competente indruk gemaakt. Ik heb geen idee hoe oud hij is, maar als je het goed wil doen. Begin 30, denk ik. Als je een grote carrière wil bouwen, moet je vroeg starten. Mm. Dat is een enkeling die natuurlijk als bejaarde nog iets tot stand brengt. Maar in principe moet je in de politiek vroeg starten. Oké. Okay. En het feit dat hij natuurlijk klimaatminister is geweest. De D66 had dan natuurlijk ook heel veel zin in om dat verder uit te voeren. Hè? Dus dat nu niet meer... Vandaar al die klachten in VVD-kring, want wij voeren de D66. Ja, waarom? D66 heeft een agenda. En de VVD heeft helemaal geen agenda. Ja, dat is natuurlijk... Dan ben je natuurlijk leven jezelf. Daarom ben ik ook heel benieuwd dat als de VVD mikt op een ultra-rechtse coalitie à la... Wat we ooit in 2010 hadden, mag ik ook Rutte nog eens herinneren aan het volstrekte échec van zijn eerste kabinet. Toch eens over nadenken. Hè? Maar ja, misschien is hij wel zo bloeddorstig geworden dat hij alles aandurft. Ik weet het niet. Hij was ook heel erg boos en zo. En iedereen was even verbaasd. Het was een hele wonderlijke transformatie. Ja. Zeg, ik was ook stom verbaasd. En Klaas Dijkhoff, acht je nog de kans groot dat hij nu naar voren staat bij de VVD? Klaas Dijkhoff is een hele intelligente man. En ik denk dat hij al lang geleden besloten heeft dat de Haagse politiek niet zijn pakje aan is. Ik denk dat hij best allerlei ambities heeft, maar die liggen op ander terrein, schat ik zo. Dus die komt niet bij de VVD zeggen, ik wil het wel gaan doen?
Nee, vooral omdat Dijkhoff natuurlijk niet spoort met die rechtervleugel die dan verondersteld wordt. Ik hoop dat het ook allemaal behoorlijk uitgezocht wordt de oorzaak te zijn van deze moordpartij op klaarlichte dag. Ja. Kreeg ook internationaal best wel wat aandacht, hè, in de pers. Zeker, ja. Dat New York Times had ook een itempje. Ja, vind je dat opmerkelijk? Niet zo. Nederland is toch een middelgroot land. Nederland staat in de top 20 van de economische machten in de wereld. Ik geloof nummer 14 of 15. We zullen blijven zakken op die lijst, maar toch, we staan er vrij goed voor. We hebben een aantal leidende bedrijven in Nederland. We hebben nog steeds een reputatie die, omdat natuurlijk in het buitenland nog niet zo is doorgedrongen dat de Nederlandse spoorwegen al lang niet meer functioneren. Was dat nu laatst? Ja, als ik mensen spreek, zeggen ze altijd, ja nee, ik moest omreizen of het was dree helemaal geen trein. Van de week met die storm, Poli. Toen lag er al het verkeer stil, of al het treinverkeer in in Noord-Holland. Nou ja, ik was in Noord-Holland, want ik was gisteren natuurlijk in Haarlem voor de verjaardag van mijn oudste kleinzoon. Die overigens 2 dagen eerder jarig was, maar hoe daar niet van. En ik was er al in, en ik was de dag daarvoor was ik al in Bakkum geweest. Nou ja, ik moet zeggen, de schade was zichtbaar en omvangrijk, ja, hoor. Ja. En er waren van die weggetjes, van een hele reeks van die populieren tegen de grond waren gegaan. Ja, Timmermans. Ja, kijk, die stadsbomen die zijn gewoon vaak slecht geworteld. Ja. Dus ja, dit is natuurlijk zo'n freakstorm, namelijk een zomerstorm van aanzienlijke kracht. Ja, wanneer gebeurt dat? Nou ja, je begrijpt, het was natuurlijk allemaal meteen weer de schuld van de klimaatopwarming. Timmermans zei dat ook. Ja, daar zouden ze toch mee op moeten houden. Bij dit soort van incidenten kun je dat eigenlijk helemaal niet zeggen. Dit had zich ook voor kunnen doen zonder klimaatopwarming. Dat wil zeggen, ik ontken helemaal niet de klimaatopwarming, wacht even. Ik ontken de relatie tussen incidentele friekverschijnselen en de klimaatopwarming. We hebben even wat vragen rondom de ontstaande situatie in Den Haag van Jan Bruin. Die vraagt in de Telegram-groep van Maarten, is de regering verplicht om nieuwe verkiezingen uit te schrijven? Of kan de Tweede Kamer opdracht geven voor een nieuwe formatie? Nee, ik denk wel dat hier, want dan een nieuwe formatie. Kijk, dat was natuurlijk een scenario wat we helemaal niet behandeld hebben nu net. En dat er een lijnpoging wordt gedaan. Maar mijn indruk is dat het, dat het dan zo goed geschoten is door de moordenaar, dat een lijnpoging, dat er eigenlijk niet in zit. Ja, in dit geval is er, als er in de Kamer ook dat ze zonder verkiezingen, dat is ooit wel eens gebeurd natuurlijk. Denk aan een bekende kwestie met Smeltzer en zo en in de jaren 60. Maar dat zouden ze niet doen nu, denk ik. Dus ik denk dat verkiezingen, gezien de ontstaande situatie, onvermijdelijk zijn. Ik had althans nergens gelezen, nou, laten we nog eens even afwachten. Kunnen we Remkes niet bellen? Hè? Zou ik zo in voorstellen van zijn, bel die Remkes nou, stuur Rutte met vakantie. Luc Ibens uit België, die zegt van, is de crisis in Nederland enigszins vergelijkbaar met die we in België gehad hebben, namelijk met het Marrakesh-akkoord. Hebben jullie in België op dit moment ook, dat vraagt dan iemand anders, een stikstofprobleem? We hebben namelijk 2 crisissen die overeenkomen. Dan zegt Luc weer, in België hebben we altijd 3 problemen, namelijk een Vlaams, Waals en Brussels probleem. Het stikstofprobleem is in Vlaanderen een issue, maar geen regeringscrisis waard gebleken. Ja, kennelijk. Ik ben te weinig op de hoogte van de binnenlandse Belgische politiek om daar iets verstandigs over te zeggen. Kijk, België is een van die wonderlijke landen. Italië is een andere patiënt. Waar je altijd het gevoel hebt dat het één grote chaos is en dat er eigenlijk niks werkelijk in orde is. Maar tegelijkertijd zijn het allebei landen die toch redelijk functioneren. Dat is eigenlijk mijn indruk van België. Maar dat zegt eigenlijk aan mij niet zo verschrikkelijk veel. Ilko Borgsholz, zou het nog kunnen dat de VVD opsplitst? Ik heb het idee dat de jongere tak het echt niet ziet zitten met Rutte. Nee, dat moet ik zeggen. Ik heb jou toch verteld dat ik voor de JOVD had gesproken. Nou, daar was echt geen kip meer die bereid was om nog iets in Rutte te investeren. Rutte moest wat. Ik had nog van tevoren gezegd, denk erom, ik wil best bij jullie komen spreken, maar ik ben heel kritisch over Rutte en het functioneren van de VVD in de Nederlandse samenleving. Hey, ze waren minstens even kritisch als ik. Dus ja,
Nee, die JOVD die zal niet zitten, maar dat zal niet leiden tot een splitsing. Dat denk ik niet. Waarom niet? Nou, waar moeten ze heen? Naar D66? Ik heb geen idee. Kijk, sowieso ben ik niet zo splitserig aangelegd. Ik zou zeggen, ga binnen die partij proberen om laat je dan dus niet door die provinciale VVD'ers wegdrukken. Rutte is notabene zelf een voormalig voorzitter van de JOVD. Martijn die deelde een scenario met jou. Hij zegt, Maarten, ik denk dat er redelijk snel verkiezingen komen. Dan wordt de VVD denk ik de grootste, met BBB als tweede. De kabinetsformatie die gaat lang duren, want Caroline die wil eigenlijk helemaal niet besturen. Uiteindelijk krijgen we dan een kabinet dat ook snel weer zal vallen. Daarna is het gedaan met de BBB. De linkse partijen die moeten meer gaan samenwerken en hun afwijkende idealen opzij zetten. Al die splinters spelen Rutte juist in de kaart, zegt hij. Nou, ik moet zeggen, dit is een buitengewoon optimistisch bericht. Hoe heette die meneer? Martijn. Martijn, dankjewel. Martijn, dat is... Ik hoop dat het zo gaat lopen. Dat zou... Het is ook een beetje over de wat middellange termijn gedacht. Laten we hopen dat het zo werkt. Het zou best kunnen. Het is zeker niet uitgesloten. Omdat natuurlijk steeds blijkt dat die Messias-partijen, om ze maar even zo te noemen, dat die natuurlijk op een heel smal spoortje rijden. Dat die hebben niet een breed idee over hoe het land bestuurd zou moeten worden. Die hebben alleen een idee in dit geval dan over de oplossing van het stikstofprobleem. En dat de oplossing die zij in petto hebben, die is niet te verwezenlijken. Want er zal gewoon vrij hard moeten worden ingegrepen in die stikstofzaak. Dat heb ik al eerder besproken. De kwestie is natuurlijk dat er uiteindelijk dwang zal moeten worden gebruikt. Of dwang, ja, dat die boeren dus tot uitkoop zullen worden gedwongen. Dan hebben we nog Asuka Lengli. Die zegt, ik verwacht dat de VVD wel weer de grootste wordt. De meeste Nederlanders zijn het namelijk eens met de VVD-standpunt op het gebied van asiel. En de campagne zal zich daar ook op richten. Links moet maar op dat gebied eens gaan luisteren naar de kiezers. Ja, dat is... Ik weet niet of je net... Ik heb wel eens vaker betoogd dat je lang niet altijd hoeft te luisteren naar de kiezers. Sterker nog, dat de kiezers vaak langdurig en compleet ongelijk hebben. Maar ten aanzien van het asielcrisis in Nederland... Ja, die is van eigen makelij en die heeft ook politieke achtergronden. Dus daar ben ik nou niet zo van onder de indruk. Wat jammer is dat kiezers natuurlijk wel allerlei ideeën hebben over immigratie, maar dat ze er geen bal van af weten. Immigratie is een heel lastig dossier. En het idee dat je dat probleem 1, 2, 3 kunt oplossen in de komende, weet ik veel, kwart eeuw. Nee, zolang die verschillen zo groot zijn tussen de EU en de periferie van de EU, moet je rekenen dat het een heel onaangenaam probleem blijft. Dan hebben we Jan nog hier, die deelt nog wat cijfers. Hij zegt, vorig jaar immigreerden er ruim 400.000 personen naar Nederland. Dat waren er 141.000 meer dan in 2021. En van die immigranten waren er 29.000 ruim met asiel. Bijna 5.000 meer dan in 2021. Bron CBS. Ja. Wat ik hier vervelend vind, is dat geen rekening is gehouden met de Oekraïners. Dat is een incidentele situatie. Die hebben die cijfers natuurlijk enorm omhoog gejaagd. Dat zijn er veel meer dan 100.000 uiteindelijk gebleken. Bovendien wil ik graag een splitsing hebben over mensen die uit de EU zelf afkomstig zijn. Ja, dan nee. En dan zou ik even kijken, wat hebben we dan nog meer? Ja, dan moet je ook nog aangeven hoeveel mensen er vertrokken zijn. Hmm. Dus ik graag niet bruto cijfers, want dat is altijd het kunstje van de immigratiebestrijders, dat ze altijd met bruto cijfers komen. En het gaat ons om netto cijfers. Oké. Okay. Er komen er ondertussen nog veel reacties binnen, ook van verschillende burgemeesters, maatschappelijke organisaties. Het algemene beeld is dat Nederland toch wel schrikt van de abrupte val van het kabinet. Ja, natuurlijk schrikt. Iedereen is geschrokken. Behalve Rutte. Ja. Hè? Ja. Ja, en de koning komt terug van vakantie, hè? Want, ja, die zal er ook wel behoorlijk de pest in hebben. Kijk, wat ik niet begrijp is dat de Rijksvoorlichtingsdienst niet wilde zeggen waar die was. Ja. Ja, kijk, Rutte is dan weer, gaat hij met de oude Saab, gaat hij bij de koning langs? Ja, hij weet precies. Was ook weer met opgestroopte mouwen, daar werkt weg. Wees ook nog iemand op. Kijk, het is allemaal dat ook de gefiets van hem. Je weet dat het allemaal voor de bühne is. De vorige keer ging hij op de fiets, ja. Dus nu gaat hij met die oude Saab daar naartoe. Ja, en dat komt dan ook in de internationale pers. Ja.
Daar kun je echt lekker mee scoren met dat soort van dingen. Ja. Oude auto. Weet je niet, Lubbers met die oude Renault R6. Zo'n geel ding, helemaal verroest. Maar wat doet dat dan? Denken mensen van, oh, hij is zo gewoon gebleven? Of ja, wat? Precies. Ja? Want dat is de kunst. Je moet maar gewoon blijven. Ja. Want hij loopt ook als dan zo'n avond voorbij is, dan zie je hem gewoon op straat weglopen. Precies, gewoon ja, want hij is niet een bewakingspersoneel, dat zie je dus niet. Nee. Maar dan, waar loopt hij dan naar zijn huis daar in de buurt of zo? Ik heb geen flauw idee. Of stapt hij dan om de hoek alsnog in de dienstauto? Ik heb geen flauw idee, maar het is allemaal geanceneerd, daar ben ik van overtuigd. Okay. Ja, Frits Wester heeft het wel eens verteld, ja. Ja. Oké, okay, ja, de verkiezingsstrijd dus weer, die los gaat barsten. Man, we hebben er toch ook schoon genoeg van. En al die afschuwelijke klote debatjes op de televisie en het einddebat. En meneer Hoekstra, u heeft nog 17 seconden voor uw antwoord. He, kom op, laat het aan ons voorbij gaan. Ja, ik begreep ook dat Zelensky heeft met Rutte gebeld op een lastig politiek moment. Heeft hij op Twitter ook geschreven. Hij heeft in ieder geval in het telefoontje... heeft hij de premier dus Rutte bedankt voor de standvastigheid van Nederland ten aanzien van de Russische invasie. Ja, wij spelen daar een belangrijke rol. Dat wij natuurlijk met die F-16's en zo in de voorhoede lopen. Ja. En we hebben enorm veel moeite gedaan om een heleboel van die Leopards los te peuteren. Alleen de Zwitsers wouden niet. Ja. Of dat Zwitsers bedrijf kreeg geen toestemming. Ik geloof dat dat het was. Het waren een soort van leopards die stonden te wachten op een revisie. Op het, ik weet niet, kun je ze ombouwen van leopard 1 naar leopard 2. Ja. Want dat ziet er wel heel anders uit, zo'n leopard 2. En de LTO van Sjaak van der Tak. Oh, Sjaak! Ja. Die heb ik nog gemist, Sjaak. Ja, die zegt van we hopen op een uitslag bij de volgende verkiezingen, zoals in de vele provincies het geval was bij de laatste verkiezingen. Heeft hij laten weten. Ja, dus Sjaak is een echte BB-man. Ja, heb ik. Ja. En de meeste mensen die geïnterviewd worden, die zeggen het is een chaos in het land. Hoe kunnen ze het nou laten vallen? En wat jij al zei, inderdaad, dat zeggen de internationale media ook. Het is een zelfgecreëerde val. Ja, precies. Ja. Het is gewoon georganiseerd. Ja. De VVD, inclusief en meer in het bijzonder ook de premier van VVD-Huizen, hebben deze crisissituatie expres op touw gezet. Ja, daarom, laat ik het nog een keer zeggen. Ik zeg het ook graag. Moord met voorbedachte raden. Ja, moord in bij volle zonlicht.